wat kunnen dingen toch ontzettend misgaan, vrienden. Ah, heb je hem gezien? Die Henk Kamp. Ja, bij Op 1. Oh. Ja, dan heb je dus bij elke politieke partij, er zit dus iemand die gaat de tactiek uitdenken, weet je wel. En hoe je dingen moet repareren, dat noemen ze dan damage control. Maar zo'n figuur, zo'n tacticus, dat heet dan een spindokter. Ja, een spindokter. Ja. Nou, bij de VVD hebben ze dus een spinkwakzalver. Oh, zeg. Want die dacht bij zichzelf. Nou, weet je, we hebben net die affaire gehad, hebben van de Burg, van de VVD dan, met Wilders. He, die van de Burg, die ging Wilders afzeiken. En Wilders, die ging even terugslaan met een tweetje met Engelman. Nou, dan hebben ze dus deze kwakzalver, die heeft dus bedacht. We sturen die Henk Kamp nou Op 1. En die heeft hem allemaal gebriefd. Die zegt, nou weet je wat, je gaat dus die van de Burg, die ga je een beetje aanpakken. Een beetje, hè. En dan ga je ook nog een beetje slijmen met die Wilders. Want ja, die is nou boos en die moeten we ook weer een beetje over zijn bolletje aaien. Nou, goed. Papa doet die Kamp. Die had kennelijk nog een zakmes bij zich. Dus woep, die klapt dat zakmes open. En die gaat me dat keer tegen die van de Burg. En hup, die steekt zo dat mes in zijn rug. Ja, erelid. VVD pakt de nummer 4 van de VVD helemaal keihard aan en brandt hem af. Nou, en ging dus tegelijkertijd, ging hij ook nog eventjes gezellig een beetje zitten slijmen met Wilders. Nou, vrienden, ik kan je zeggen dat op X ontplofte. Ja, mensen gingen tekeer. Ja, want ze vonden het niks dat die van de Burg voor de bus werd gegooid. En ze vonden het niks dat hij een beetje ging zitten slijmen met Wilders. Nou, wat een enorme afgang en wat een mislukking. Dus ik zou tegen de VVD, ik heb 2 tips voor de VVD, ik zou dat willen zeggen. 1. Stuur die spinkwakzalver dus even een tijdje op vakantie. En 2. Ja, hou die Henk Kamp heel ver weg bij een microfoon.